Hi, dit is Stiekva van Gezin op Reis en dit is mijn eerste weekvlog. Ik doe al een tijd best wel veel met video's, maar vaak zijn dat gewoon korte stukjes film die ik dan aan elkaar zet. En dan maak ik er dan een soort filmpje van de reis die we hebben gemaakt. Nou, was een van mijn goede voornemens om daar meer mee te gaan doen, maar ook eens te gaan kijken of het leuk is om een soort weekvlog te gaan bijhouden. Nou ja, van dat goede voornemen is niet zo heel veel terechtgekomen. Weet je, ik ben nu op reis met mijn dochter en dat was natuurlijk een mooi moment om te beginnen. Maar ja, het is toch best wel heel erg pittig om alleen met haar te reizen. Zeker aangezien ik aan het begin zelf ziek werd. En daarna werd ze ook nog ziek. Dus toen zaten we opeens midden in de nacht in een ziekenhuis in Langkawi. Met een constant hoestend kind met hoge koorts. Nou, toen bleek dat ze beginnende keelontsteking had, wat natuurlijk super vervelend was. Alleen, je krijgt daar gelijk een rits medicijnen, rambam erin. En 2 dagen later was ze weer beter. Dus daarna is het allemaal wel goed gekomen. Maar het hele filmen is er wel echt een beetje bij ingeschoten. Maar goed, in het kader van beter laat dan nooit begin ik toch maar eventjes. En ik zal je even laten zien hoe een moeder-dochter tripper dan dus uitziet. Ik heb iets even achter de tablet gezet, zodat ik dit filmpje kan opnemen. Kijk, dit is echt een overdosis aan roze. En ze vindt het dus echt heel erg geweldig. En ik kan er wel gewoon om lachen. En ik ben ook gewoon blij dat zij het leuk heeft. Maar misschien is het wel leuk om überhaupt wat te vertellen over hoe dat nou is om alleen op reis te zijn met je kind. Nou ja, alleen op reis dus met mijn dochter. Ik ben naar Thailand gegaan, Maleisië en Singapore. Dat klinkt als heel veel. Maar goed, we hebben tussendoor wel wat binnenlandse vluchten genomen. Dus op zich viel het qua wel mee. We zijn begonnen in Bangkok. Een stad die ik echt heel goed ken en waar ik me heel prettig voel. En ik denk dat dat was wel een slimme zet. Om gewoon op een veilige plek te beginnen. Want ja, slapen, meestal slapen in het vliegtuig is eigenlijk nooit zo erg een probleem. Maar nu dat we met z'n tweeën waren, was het toch best wel wat lastiger. Niet dat mijn dochter niet ging slapen, die ging juist heel erg goed slapen. Maar dus half op mij en ik moest wel een beetje de hele tijd uitkijken dat ze niet een meneer naast ons schopte. Want ze ging gewoon lang uit liggen en dat kan natuurlijk niet. Maar op zich ging de vlucht zelf best wel echt heel erg prima. En ik had van tevoren bedacht wat ik allemaal wilde doen. En vooral wat ik allemaal niet wilde doen op de eerste dagen. Eigenlijk ging het zo goed dat we veel meer dan dat hebben kunnen doen. Dus wat dat betreft, die lange vlucht alleen met één kind, dat was op zich wel goed te doen. Als je maar niet op rekent dat je zelf veel gaat slapen. En het werd pas echt lastiger toen dingen niet meer helemaal zo gingen zoals ik ze bedacht had. Ja, vooral het feit dat je gewoon echt alles alleen moet beslissen. Ja, dat is me wel echt een beetje tegengevallen. Weet je, toen ze ziek was, dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou naar het ziekenhuis gaan of niet? Moeten we nou hier blijven? En had ik wel wat app-contact met thuis. Maar uiteindelijk moet je toch gewoon zelf de beslissing nemen. En dat is niet de enige keer. Weet je, we hadden ook een keer een taxi waarvan ik dacht, voelt niet helemaal goed. Zijn meter liep wel echt heel erg snel op. Dat klopte gewoon echt voor geen meter. Nou ja, en dan normaal is het super fijn als er een man is die dan zegt, oké, we stappen uit. Dit klopt niet. Weet je, dit ga ik niet betalen. En nu moet je dat gewoon zelf doen. En het gaat er heel veel gewoon op gevoel. Dat je een beslissing neemt. En je kunt gewoon niet al te lang over nadenken. En verder zijn er gewoon dingen die je in je eentje toch niet zo snel zou doen als vrouw. Als wanneer je met een man bent. Dus ik heb wel gewoon bewust wat duurdere accommodatie gekozen dan normaal gesproken. En ook veel meer kindvriendelijke activiteiten gedaan. Want kijk, als je... Weet je, normaal hou ik echt heel erg van tempels. En weet je, een beetje... Plekken waar je normaal niet zo, waar niet iedereen zo snel komt. En we hebben bijvoorbeeld in Bangkok wel eens een wandeling gemaakt langs het spoor. Maar ja, dat zou ik gewoon iets minder snel met haar alleen doen. En in plaats daarvan dan kies ik toch voor wat veiliger. Dus zoals zo'n Hello Kitty kamer zoals nu. Of een dagje extra pretpark. Weet je, gewoon een fijn hotel met een zwembad. En ik moet zeggen, dat werkte wel gewoon heel erg goed voor ons. Want we hadden altijd genoeg... Een fijne plek, weet je, om terug te komen na een lange, vermoeiende dag.
Ja, verder natuurlijk niet te veel inpakken. Op zich had ik één grote rugzak mee en één kleine rugzak. Dus dat was prima te doen. Die kon ik zelf dragen. En dan had ik nog zo'n opvouwbare schoudertas. Die ik dan gewoon als we ergens ter plekke waren konden gebruiken. Hoewel ik achteraf gezien nog steeds eigenlijk wel wat te veel spullen bij me had. Eén ding waar ik echt super blij mee was, was een dry bag. Waar je een slotje op kan doen. En als ik dan dus ging zwemmen met haar. En ik had wel een camera bij me en geld en zo. Weet je, dat wil je liever niet alleen op het strand laten. Dan kon ik die om de stoel heen klikken en het slotje eraan doen. En dan zat die op slot. Misschien moet ik hem eigenlijk gewoon even laten zien. Dat is eigenlijk, denk ik, een beter idee. Ik zal hem eens even pakken. Dus kijk, zeg maar, dit is dan de dry bag. En die kan je dan dus dicht doen. Zo, om een stoel heen. En dan zit er hier dus een slotje aan. En daardoor konden we dan gewoon de waardevolle spullen lekker op het strand laten en verder zelf gaan zwemmen. Dus daar was ik super blij mee. Ja, en verder gewoon de simpele dingen. Zorg gewoon dat je altijd genoeg water bij je hebt en altijd genoeg eten. En ja, eigenlijk ging het allemaal best wel goed. Dus de grote vraag is natuurlijk, nou, zou ik het nu nog een keer doen? Ja, als ik even gewoon die vervelende zieke dagen wegdenk, zou ik het zeker nog een keer doen. Weet je, wij zaten nu gewoon lekker in de zon, terwijl het in Nederland natuurlijk super koud was. Hoop ik het nog een keer te doen? Ja, nee, weet je, ik vind het toch gewoon leuker om met z'n drietjes op reis te gaan en met mijn man. Maar ja, als ik gewoon heel realistisch ben, kijk, ik werk voor mezelf, ik kan weggaan wanneer ik wil. Mijn dochter is natuurlijk leerplichtig zometeen, dus zij kan dat niet meer. Maar ja, we hebben zometeen nog niet, weet je, dit jaar is te snel. Maar bijvoorbeeld volgend jaar hebben we 6 weken zomervakantie. Ja, als het gewoon goed gaat met mijn bedrijf en mijn baan is ook reizen. Waarom zou ik dan niet van die 6 weken zomervakantie eerst 2 weken met haar op reis gaan en daarna nog 3 weken met z'n drieën? Dus ik denk dat we nog wel eens vaker samen ver weg gaan. Dit was dus mijn eerste weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog als je enthousiast bent. En nou ja, ik ga vanaf nu proberen om in ieder geval met regelmaat wat meer op deze manier wat te vertellen. Over nou ja, reizen met kinderen, bestemmingen waar we zijn geweest. Maar ook veel leuke dingen die we gaan doen. Er staat in ieder geval de komende tijd nog best wel veel op de planning. Nice, Malta met Pasen gaan we naar de Ronde van Vlaanderen. In de meivakantie gaan we echt iets heel erg vets doen. Maar daar ga ik dan nog een andere keer wat over vertellen. En nou ja, verder heb ik nog zoveel onderwerpen waar ik graag een keer met jullie over zou willen praten. Zoals vliegen met een baby. Dus ik denk voor nu ideeën genoeg. En nog een fijne dag verder.